dit ogenblik wordt in ons land fors geïnvesteerd in een verdere versterking van de telecomnetten. Zo wil Proximus de komende 10 jaar het gros van de bedrijven en meer dan de helft van de huishoudens aansluiten op glasvezel. De totale investering bedraagt 3 miljard euro. De verdere uitrol van dit breedbandnetwerk heeft ook logistieke consequenties. Op het niveau van materiaalbeheer is dat natuurlijk een serieuze impact. Dat wil zeggen dat de volumes in fiber op 1 jaar tijd plus 300% zijn. Dat wil ook zeggen dat de controle op die volumes dat die ook moet vergroten en dat we die via IoT daar een beter zicht op willen krijgen. Proximus heeft een centraal magazijn voor kabelbobijnen in Flauwien bij Namen. Van daaruit vertrekken alle bobijnen met koper- en glasvezelkabel naar werven in het hele land. We willen meer zicht krijgen op de gedecentraliseerde stok die bij de onderaannemers liggen die het netwerk uitbouwen voor Proximus. Dat wil zeggen dat één keer de bobijnen het magazijn verlaten, dat we daar op dit moment een zekere controle hebben, maar een onvoldoende controle hebben om de materiaalconsumptie te kunnen opvolgen. Materiaalconsumptie opvolgen is belangrijk in die zin dat het ons replenishmentproces beïnvloedt en dat het dan ook bepaalt hoeveel wij moeten bestellen bij leveranciers of opnieuw lokaliseren van materiaal. Om zijn voorraad aan kabelbobijnen en het verbruik in kaart te brengen, zocht het telecombedrijf een technologische oplossing. Het deed een beroep op IT-service provider Ordina om die concreet uit te werken. Het startpunt is een ideation fase, een design sprint. Daarin gaan we verschillende mensen gaan betrekken, de business, technische mensen, maar ook mensen in de field. Op die manier hebben we verschillende invalshoeken op hetzelfde probleem en kunnen we alles mooi in kaart brengen. In het geval van de bobijnen hebben we een journey map opgesteld. Hebben we gekeken van wat is de lifecycle van die bobijnen. Dan gaat het van het plannen tot het bestellen, het leveren, in de field brengen en dergelijke. En daar gaan we kijken welke systemen en welke mensen komen er in aanraking met die bobijn. En daar gaan we bepaalde concepten voor bedenken met IoT-technologie en andere technologieën om te kijken hoe we daar efficiëntiewinsten eigenlijk kunnen gaan halen. Het project leidde snel tot een concrete toepassing met een IoT-sensor in de bobijn. Die is via SAP Cloud verbonden met het beheersplatform van Proximus. Die sensor die kan allerlei dingen meten, maar de dingen die ons in eerste instantie interesseren zijn lokalisatie van de bobijn en de consumptie op de bobijn. De oplossing houdt vandaag in dat wij op een duizendtal bobijnen die sensors hebben geïnstalleerd. In de tweede instantie willen we ook onze fiberbobijnen uitrusten daarmee. En dat wil zeggen dat we dan gaan naar een 3000-tal bobijnen.